Hallo allemaal, vandaag gaan we naar Almere. Hier is namelijk Van Kessel Sport en Cultuurtechniek bezig. En wij gaan een kijkje nemen. Hoi, ik ben Lars de Vries en ik ben uitvoerder bij Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. Lars, jij werkt voor Sport en Cultuurtechniek. Ja. Kun jij ons misschien meenemen in wat jullie precies doen? Ja, zeker weten. Wij leggen sportvelden aan, wij leggen daktuinen aan en wij hebben ook treininrichtingen. Oké, super. En we staan hier in Almere. Kun je iets meer vertellen over dit project? Ja, zeker weten. Ja, we staan hier in Almere Duin. Wij maken boven op een parkeergarage maken wij een duinlandschap. En wij, om het gewicht te besparen, zeg maar, want als je dit allemaal van zand zou maken, zou het te zwaar zijn voor het parkeergarage. Dus we hebben eigenlijk het grootste deel is opgebouwd van piepschuimblokken. Waar wij vervolgens een drainagesysteem op hebben aangebracht. En daar komt de groenvoorziening overheen. Dus dat is eigenlijk het grondwerk wat we hier achter ons zien. En daar komt straks gewoon gras te groeien met plantjes, bosjes, bomen en helmgrassen. Oké, super. Dankjewel. Kun je ons misschien vertellen hoe het is om bij Van Kessel Sport en Cultuurtechniek te werken? Ja, zeker weten. Ja, ik ervaar het echt als een familiebedrijf. Wat je kent van vroeger, zeg maar, van oudsher. Dus het is gewoon, je kan een beetje je eigen draai geven aan je werkzaamheden binnen Van Kessel. Nou, top! Bedankt voor het kijken naar deze video. En ben jij nou benieuwd naar de mogelijkheden bij Van Kessel Sport en Cultuurtechniek? Neem dan even een kijkje op de website. Tot de volgende!